Iedereen wil een mooi leven leiden en geld speelt daarin een hele belangrijke rol. Maar 95% van de mensen blijft in hun leven hangen en die blijven precies hetzelfde doen. Smeren 's morgens een boterhammetje, gaan naar hun werk, komen uit hun werk, gaan avondeten, gaan naar bed, douchen. En 's morgens smeren ze weer een boterhammetje. Gaan ze weer naar hun werk, komen 's middags weer thuis, gaan ze avondeten, douchen, ze gaan weer slapen. Ze gaan één keer per jaar op vakantie en dat is het hele riedeltje. Iedere keer weer, keer op keer. 95% van de mensen doet dat en leeft zo en dan verandert er uiteindelijk helemaal niks. Als jouw netto-waarde onder de 100.000 is en je wil hierin vooruitgang boeken, dan zou ik de volgende dingen adviseren. Dat zijn de dingen die ik zou doen als jij zegt, ik wil uiteindelijk richting een vermogen van 100.000 gaan. Schrap onnodige uitgaven. En dan denk je, ja, dat is hartstikke simpel. Maar doe het dan ook. Weet je, schrap onnodige uitgaven. Uit eten of eten bestellen, dat hoor ik zo vaak tegenwoordig. Ook bij jongeren die zeggen, ja, ik heb echt geen zin om te koken hoor. Weet je wat ik doe? Bestel vanavond wel even lekker sushi. En dat is hartstikke lekker, hè? Ik snap het, er is niks mis mee. Dat is helemaal prima. Als jij een goede sushi-toko in de buurt hebt, is dat hartstikke lekker. Maar het kost wel bakken met geld. Ik denk als je dat optelt, dat je schikt. Ik denk echt dat je schikt. Nou, dat je echt dat daar heel veel geld wegvloeit. Ben jij zo iemand en doe je dat nooit? Ga voor de gein eens even rekenen en kijken wat het je per maand kost. Want je schikt je eigen dood. Echt, het kost heel veel geld. Kijk, het is gewoon het voorbeeld aan het eind van de maand. Dan denk je al, is mijn geld nu al op? Waar is het dan opgegaan? Ja, ga even gewoon door die rekeningen spitten. En inderdaad. Oh ja, oh, dat was ik vergeten. Toen had ik ook besteld. Hé, hey, die dag ervoor ben ik ook naar dat eventje geweest. En als je dat gaat optellen, ja, tikt snel aan. Elke maand continu nieuwe kleding. Ik was daar op mijn werk ook heel erg mee bezig. Niet met kleding, maar met het vermogen opbouwen. Ik was tijdens mijn werk al, dat weten heel veel mensen, ben ik begonnen met traden, ben ik begonnen met investeren. En ik zag dan ook jongens op de werkvloer dat ik dacht, hé, een riem gekocht hoor ik dan omheen van €800. Ben je gek of zo? Waarom zou je in vredesnaam, als je hetzelfde salaris plus minus als mij hebt, €800 uitgeven aan een riem? Ben je gek? Weet je, dat soort dingen hoor je. En dat zullen mensen aan de andere kant ook weer herkennen. Dat er altijd wel iemand is ergens binnen het bedrijf die dat soort dingen uitgeeft aan kleding. Terwijl hij hetzelfde salaris heeft als jou. Is dat wel heel verstandig? Daar kan je je vraagtekens bij zetten. En die onnodige uitgaven, die kun je dus schrappen. Nou ja, als je op een gegeven moment het geld hebt om die riem te kunnen kopen makkelijk. En het doet je geen pijn. Dan is het altijd een keuze, weet je. Het is een keuze. Ik heb daar niet heel veel over te zeggen. Want ik draag daar zelf ook vaak merkkleding. Alleen, ik zit niet meer in die categorie. Nee. Maar ben jij vermogen aan het opbouwen, dan probeer je zoveel mogelijk dat vliegwiel, dat moet op gang komen. En als jij dat op een gegeven moment steeds gaat afremmen omdat jij iets crazy duurs koopt in verhouding tot jouw balans, gaat dat jou juist afremmen. Kijk, ik snap dat het allemaal leuk is. Hè? Wij vinden zelf dat soort dingen vinden we ook hartstikke leuk. Alleen je zit 100%. In een andere fase van je leven. Ja. En in de fase waar je je op dat moment dan in bevindt, kan je beter zeggen, oké, die riem van Louis Vuitton, ik kan beter aandelen kopen, Louis Vuitton. Weet je, dat is uiteindelijk 100%. Een denkwijze waar je even over na moet gaan denken. Goed. Een auto kopen die je niet kan veroorloven is ook een veelgehoord ding. Dat mensen zeggen, ja, maar ja, deze is wel iets duurder. Dan hang ik mijn eigen helemaal met mijn keel in de kapstok. Maar dan rijd ik wel een dikke auto. Ja, is ook niet zo verstandig. Of mensen die dikke auto eigenlijk net niet kunnen betalen. Die gaan dan op zoek naar diezelfde dikke auto met 2 ton op de teller. Omdat die dan goedkoper is. Ja. En dan denken ze, ja, dat is top. Dan rijd ik toch, ik ben een mannetje, hè? Ik rijd toch in die dikke auto. Ja, dan staat er zoveel op de teller dat je na een jaar zoveel kosten hebt dat je die auto weer moet verkopen. Ja, en als je deze dingen optelt, dan kom je heel snel op social media uit en misschien ook bij influencers. Heel veel mensen kijken dus naar een bepaalde influencer. Die influencer heeft waarschijnlijk veel meer geld, veel meer deeltjes. En die kan die zaken zich veroorloven. Maar de mensen thuis gaan dat heel snel kopiëren, want die zeggen, oké, ik hoor dus bij die 95%, ik wil een beter leven, ik wil een mooier leven. Ik wil met mijn voetjes in zwembad aan Bali zitten en ik wil een mooie auto rijden. Dan moeten wel de inkomsten er zijn. Dan moeten de centen er wel zijn om dat te kunnen doen. Ja, je kan niet geld uit gaan geven als dat geld er niet is. Nee, en uiteindelijk moet je scheid hebben aan dat mensen jou uitlachen dat jij in een Ford Fiesta rijdt uit 1994. Ik zeg maar even wat. Uiteindelijk, de lange termijn, over een x-aantal jaar, als je dit op een verstandige manier doet, ben jij degene die lacht. En op dat moment moet je daar gewoon letterlijk scheid aan hebben. Het is helemaal niet belangrijk om in een dikke auto te rijden. Als je veel geld hebt en je vindt het leuk, en je kan dat doen, moet je dat absoluut doen, moet je ervan genieten. Maar als je vermogen op wil bouwen en je hebt geen geld en je gaat al je geld in een auto stoppen, een auto, ook voor ons, als wij het leuk vinden, is de slechtste investering die je kan doen. Dat is geld weggooien. Dat is geen investering, dat is genieten. En je kan nog niet genieten, want je moet nog vermogen opbouwen. Dat is kop 1. Eigenlijk al die onderdelen die we hebben langs laten komen is kosten snijden. Schrap onnodige uitgaven. Dus onnodig wat geschrapt kan worden. Doe dat absoluut. Ja. Ga je winst mee boeken. Ga je vooruitgang mee boeken. Gaat je helpen richting de eerste ton. De eerste miljoen. Wat jij uiteindelijk wil bereiken. Tweede kop is, zorg voor meer inkomen. En dat kan je altijd. Misschien kan je je richten op een promotie binnen je huidige werkomgeving. Misschien is het tijd om een keer op zoek te gaan naar een andere baan. Voel je je eigenlijk toch al niet op je plek? Ja.
misschien een andere functie binnen het bedrijf waar je werkt. Je kan, zeggen, altijd, okay, kan op me opwerken. Je kan altijd gaan shoppen. Je kan altijd in samenspraak met je werkgever. Zijn er doorgroeimogelijkheden? Je kan altijd een carrière verder uitstippelen. Misschien is het tijd om een side hustle te gaan starten. Misschien heb je altijd al dat leuke idee gehad om naast je bedrijf te starten. Gaat het je extra tijd kosten? 100% absoluut. Maar het gaat je ook waarschijnlijk wat opleveren. Dan misschien... maakt dan dat idee vooral werkelijkheid. Gaat het ook dan daadwerkelijk doen? Want een idee verdien je geen geld mee. Nee, misschien heb je een skill en kan je daar zelf een onderneming mee starten. Misschien kan je dat ook heel erg goed schalen. Dat is een kleine tip voor daarnaast. Als je iets start, start altijd iets wat je kan schalen. Want als je makkelijk kan schalen, kan je ook makkelijker geld verdienen. Ja. Maar dat is dus de andere zijde. Dat is inkomsten. En dat zijn eigenlijk ook de twee enige dingen die je nodig hebt om vermogen op te bouwen. Uitgaven en inkomsten. Als je dat bij elkaar optelt, als het goed is, moet er iets positiefs over blijven. Dan groei je in vermogen. Maar dat is waar het heel vaak misgaat. Mensen weten één, niet wat er inkomt, weten ze vaak wel. Want je weet wat je salaris is. Ja. Maar goed, hebben ze daar dan controle over? Nee, ook verder niet, want het is maar wat het is. Je inkomen en je uitgaven, dat is wat je helder moet hebben. Dat is wat je voor jezelf 100% moet weten en waar je volledig in control moet zijn. Als je daar niet volledig in control bent, kan je niet sturen. Nou, wij hebben online, hebben wij op YouTube een aantal jaar geleden, hebben wij laten zien hoe we van niks een miljoen hebben gemaakt. En tuurlijk hebben we daar ook voor moeten investeren. En ik ga dat zo meteen voor je helemaal uit elkaar trekken en laten zien. Het is inmiddels al bijna 3 jaar geleden dat we dat hebben gedaan. Gaat snel, hè, de tijd. Gaat snel. We hebben dat online hebben we dat gewoon laten zien. Hoe zat dat dan in elkaar? Want ja, iedereen kan zo'n sheet maken en die kan er een paar cijfers in zetten. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ik kan hier neerzetten dat ik 20 miljard heb verdiend. Ja, we willen niet zeggen dat het zo is. In dit geval wel, want wij hebben het allemaal online laten zien. Kan je allemaal terugvinden op ons YouTube kanaal. En ook hier zijn tegenslagen in geweest. Want we hebben hier uiteindelijk ook een ton aan vermogen hebben we verloren. Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn geweest. Uiteindelijk hebben we hier ook mindere periodes ingekend in deze sheet. En uiteindelijk is dat naar 1 miljoen gegaan. Als we kijken in deze pagina zien we uiteindelijk dat wij een totaal geïnvesteerd fiat, oftewel totaal geïnvesteerde euro's hadden van 329.175 euro. En we zien dat we bijna 7 ton uiteindelijk aan gerealiseerde winst hebben behaald. Een return on invest van 211%. 211% return on invest. En daar gaat het om. Hè? Want mensen kijken altijd naar de absolute getallen. Die zeggen, ja, ik heb geen 3 ton om te investeren. Dus het is voor mij niet waard. Hoor ik heel vaak, hè. Ja, ik heb maar 3.000. Of het wordt misschien zelfs gezegd. Heb jij maar 10.000, dan is het helemaal niet waard om te gaan investeren. Ja, dat is natuurlijk larikoek. Je moet niet kijken naar deze of naar onze situatie. Want onze situatie is voor jou helemaal niet belangrijk. Je moet kijken naar jouw situatie. En is jouw situatie dat je geen 330.000 euro kan investeren, maar is jouw situatie dat je 33.000 euro kan investeren, dan had je 70.000 euro winst kunnen maken. Is dat ook jouw situatie niet? Is daar ook helemaal niks mis mee? Want je kan dit zo verkleinen als je zelf wil. Heb jij dus 3.000 euro om te investeren, had je 7.000 euro verdiend. Ja. Heb je dat niet? Heb jij 300 euro om te investeren, had je 700 euro verdiend. En in verhouding is dat precies hetzelfde. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg klein. Maar wij zijn ook niet begonnen met 3 ton. Nee. Wij zijn ook begonnen met veel kleinere bedragen. En als je niet begint, gaat het niet groeien. En dat groeien, dat kost tijd. Alleen op een gegeven moment gaat dat sneller, omdat er meer geld is. Dat sneeuwballetje moet ergens gaan rollen. Dat is altijd een kleine sneeuwbal. Op een gegeven moment wordt dat zo'n berg. Maar hij moet ergens beginnen. Dus het is helemaal niet erg om klein te beginnen. Ik denk zelfs dat het de beste manier is. Het gaat hierom. Die multiplier. En het gaat er uiteindelijk om, als je dat begrijpt, elke euro die ik erin stop, dan komen er 2 voor terug. Ja. Of 3 voor terug in dit geval, want het is 200%. Ja, dan ga je er toch oneindig geld in stoppen, want je weet dat er alleen maar meer geld. En dat is wat compound eigenlijk is. Hè. Dat is die sneeuwbal veel groter laten worden en dan worden de stappen in de toekomst alleen maar groter. Ja, en uiteindelijk is dit dus een combinatie van, hè. Het is een combinatie van en investeren en uiteindelijk zorgen dat je een inkomstenbron hebt. En daar hebben we het net al over gehad, of dat dan je baan is, je side hustle, je eigen onderneming. Dat is voor iedereen anders, maar iedereen heeft een cashflow. Anders kan je je rekeningen niet betalen. Ja, maar dat is hier volgens mij ook duidelijk zichtbaar bij als we naar het eigen vermogen gaan. Ja, dan zie je dat het ook niet uit één onderdeel is opgebouwd. Nee, maar goed, hier zit dan geen per se werk of cashflow in. Dit is puur de investeringen. Waar hadden wij in geïnvesteerd? We hadden geïnvesteerd in aandelen, we hadden geïnvesteerd in commodities, we hadden geïnvesteerd in crowdfundingsplatformen. We hadden een bestedingsruimte hadden we uiteindelijk over. We hadden een stukje vastgoed daarin zitten in de vorm van samen in geld. En we hadden crypto als investering. Ja, maar dat had dus ook nog makkelijk ondernemen of een salaris bij kunnen staan. Ja, 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 dat had er ook zeker bij kunnen staan. Want dan kan je ook de groei daarvan in kaart brengen. Je schulden hadden wij niet, want wij zijn gaan investeren met uiteindelijk de cashflows die we hebben, met het geld uiteindelijk wat we verdienden. En dat hebben we uiteindelijk zo op die manier laten zien. De schulden waren er in dit geval niet.
Maar die kan je ook voor jezelf natuurlijk invullen, want de schulden zijn ook heel belangrijk. Er is ondertussen een vernieuwde versie van de Wat Ben Je Waard sheet, waarin een volledig huishoudboekje zit. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Kan je voor jezelf allemaal in kaart brengen? Kan je voor jezelf allemaal doen? Kost niks. Kan je gewoon via onze website kan je die downloaden. En kan je dat voor jezelf inzichtelijk maken. Maar dit is zo onwijs belangrijk en wordt zo onwijs onderschat. Die denken, ja, ik hou het toch een beetje bij. Ik weet toch ongeveer wat er gebeurt. Maar de mensen die bij die 5 of 10% horen, die uiteindelijk serieus geld verdienen en aan het ondernemen zijn, die hebben niet een beetje controle. Die hebben 100% controle. Maar de 5 of 10% die doet het werk wat de 95 of 90% van de mensen dus niet doet. Ja. Die het laat. Die denkt, ja, ik lig wel lekker op de bank aan het eind van mijn werkdag en ik bestel inderdaad die sushi. Ja, en daar gaat het fout. Weet je wat het is? Ik heb altijd zo'n persoonlijk motto, dat hebben we hier in het hele team. Als jij een paar jaar van je leven nou keihard inzet. All in gaat gaan. All in. Gewoon alles overboord. En niet risicotechnisch bedoel ik dan, maar ga er nou echt voor. Geef nou echt gas. Dan kun je daar je hele leven toch van profiteren. Ja, nou dat betaalt je de rest van je leven terug. Ik heb hem heel vaak genoemd en heel veel mensen die ons kijken, die kennen het. En ik heb het niet zelf verzonnen. Hè. Ik heb dat ergens voorbij zien komen ooit en dat vond ik super krachtig. Je moet inderdaad een aantal jaar van je leven leven zoals niemand dat wil. Dus een leven die niemand wil. Geen sociaal leven. Alleen maar bezig zijn met werken. Dat wil niemand, want je wil ook leuke dingen doen. Dat is hoe ver je moet gaan. Dat is wat je uiteindelijk moet doen. En dan kan je de rest van je leven leven zoals niemand anders dat kan. Maar je moet wel bereid zijn om een aantal dingen op te geven. Jij hebt uiteindelijk zelf de controle. En ben jij het zat om de eindjes aan elkaar te knopen aan het eind van de maand? En wil jij progressie gaan boeken? En dan moet je van je reet afkomen en dan moet je dit gaan doen. Ja, dan moet je inderdaad zorgen dat jij de controle hebt. En zorgen dat je weet wat erin komt, wat eruit gaat. En alles begint klein. Ga dus ook niet als je begint denken al aan tonnen en dikke auto's en weet ik wat. Die zijn er helemaal niet. Maar je moet eerst gaan werken. Je moet eerst keihard gaan werken. Je moet eerst gaan zaaien. En als je genoeg gezaaid hebt, kan je vanzelf een keer gaan oogsten. En dat is wat je uiteindelijk moet gaan doen. Goed. Hoe sta jij hierin? Vind ik leuk om te weten. Hoe sta jij je tegenover? Denk jij, joh, ik leg best op die bank. Ik vind die sushi heerlijk. Ik zou wel heel veel geld willen, maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om wat te doen. Kan ook, hè? Een eerlijke reactie is uiteindelijk de beste reactie. Laat even achter hoe je dat zelf doet. Vinden wij het tof om te horen. Smash even op de duim en abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En onderaan deze video vind je alle informatie terug over het leren, traden en investeren. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Later.